Ik heb weer eens verschillende paardenfabels voor jullie verzameld waar vandaag de dag nog heel veel paardenliefhebbers in geloven. En ik hoop na deze video niet meer. Op het einde heb ik ook een winactie voor jullie. En ja, laten we gewoon maar beginnen. Oké, let goed op. Ik ga jou vandaag uitleggen hoe je de hoeven moet uitkrabben bij een paard. Dat heb je volgens mij nog nooit gedaan. Dus ja, we gebruiken Noora eventjes en dan gaan we dus kijken hoe dat moet. Nou, je laat eerst het paard eventjes weten van hey, hallo, ik ben hier. En dan vraag je zo voorzichtig het voetje omhoog. Ja, kom maar, heel goed. Nou, dan heb je hier de hoef en dan krab je altijd in een V uit. Ja. Want hier in het midden mag je nooit aanraken, nooit. Want daar zit de zenuw van het paard, het leven mag je nooit, nooit, nooit aanraken. Oké. Dus je doet altijd gewoon zo, alleen eromheen. Ja, begrepen? Echt nooit op die V. Venna? Hè? Mag ik anders even proberen om die hoeven uit te krabben? Oh ja hoor. Mag best wel eens proberen, ja? Ja? Oké, dank je. Nou, wat je net vertelde, Venna, dat klopt niet helemaal. Want ik zal het eens laten zien, oké? Hou je goed vast. Wat doe je nou? Ja, zie je? Noora doet helemaal niks. Kijk. Ik zal het zelfs eens erger maken. Kijk, die doen we weg. Pak het mes erbij. Daar gaan we. Maar dat mag je... Oh. Je kan er zelfs in snijden. Zie je dat? En paard voelt er eigenlijk helemaal niks van. Ja, ze reageert inderdaad niet. Die straal, zo heet dat veetje, dat is een soort van kussen van de hoef. Die hoort, als die gezond is, niet gevoelig te zijn. Daar kan je dus gewoon met de hoevenkrabber en zelfs met een mes overheen. Je moet natuurlijk niet te diep gaan, want dan kom je wel bij het leven. Oh, dat is eigenlijk best wel interessant. Maar die straal, dat is gewoon een soort van dikke ilt, een soort van kussen in de hoef. Die is hartstikke belangrijk voor de schokdemping, het hoefmechanisme en natuurlijk ook voor grip. Die moet gewoon heel erg gezond zijn en reageert je paard er dus wel gevoelig op, dan moet je eens afvragen. Misschien heeft hij wel rotstraal of zo. Oké. Maar je hoeft je dus geen zorgen te maken, het doet geen pijn als je bij gezonde hoeven daar overheen gaat met een krabbertje. Oh, mijn lieve jonge paard. Je mag nu eindelijk in de opvolk. Je gaat hier super leuk hebben. Je kan echt paard zijn met al die andere jonge paarden. Oké, ik hoop dat je heel veel gaat leren van hier. Dan ga ik het halster afdoen. En ja, wees vrij. Ga lekker in de opvolk genieten tot je 3 bent. Ja, dan moet je aan het werk. Oh, hey Venna. Ja, hoi. Huh? Ik kom je weer storen. Ik als paardexpert sta niet helemaal achter jouw keuze. Waarom niet? Het is nu net alsof jij jouw jonge puppy bij een andere groep jonge puppy's zet. En maar verwacht dat hij zo oud en wijs wordt. Oh. Of dat je je kleuter naar de kleuterschool brengt. Maar er is helemaal geen juffrouw. Niemand die ze wegwijs maakt. Maar een paard kan zo toch lekker paard zijn? Daar leren ze toch een hele hoop van? Een jong paard heeft een ander, ouder, ervaren paard nodig om te leren hoe het is om paard te zijn. Om te leren hoe dat gaat in zo'n groep met paarden. Hoe ze paardentaal spreken met elkaar. Ja, nu je het zegt. Ja. Dus ik zou toch kijken of je misschien een andere opvok kan vinden waar die wel met andere oudere paarden staat. Het is natuurlijk nog steeds leuk als met anderen ook kleuterpaarden staan. Dan kan je jonge paard toch met een ander jong paard spelen. Dat is hartstikke leuk. Maar ik zou zeker kijken of er een ervaren paard bij kan. Ja, je bent zo lief, hè? Hé, maar jonge dame, die halflinger van jou is helemaal geen echte kalfbloed. Moos een halflinger? Wat is dat nou? Moos is gewoon een fjord en hij is gewoon ook een kalfbloed. Nou, ik weet heel goed hoe een kalfbloed eruit ziet. Die zijn altijd dik en die van jou daal ik niet. Trust, wat je daar zegt, dat is wel dikke onzin. Snap je? Dikke onzin. Kalfbloeden zijn normaal gesproken veel dikker. Nou, het is eigenlijk hartstikke fijn dat Moos niet te dik is. Ook al is hij een kalfbloed en een fjord. Alle kalfbloeden horen gewoon moddervet te zijn. Helaas komt het heel vaak voor dat paarden overgewicht hebben. Ik denk dat wel 50% van de paarden, of misschien zelfs wel meer, overgewicht heeft hier in Nederland. Hoor je dat, Moos? Je bent gewoon mooi op gewicht. En natuurlijk, de meeste kalfbloeden hebben van zichzelf al meer rondingen. Sommige andere rassen hebben ook meer spieren, curves. En dat is prima, maar het moet niet rolladeachtig dik worden. Nou, je gaat mij toch niet vertellen dat ik zulke dingen niet zelf kan zien? Nou, en weet je, wij in Nederland, en wie weet ook wel in België, we zijn zo gewend geraakt aan te dikke paarden dat we het vaak niet eens meer zien. Ongelooflijk. Oh.
Even een paar andere leuke feitjes tussendoor. Dit shirt is binnenkort verkrijgbaar via Agradi. Deze trui is nog te verkrijgen. Alleen is het wel op is op, dus wees er snel bij, want ze worden niet meer bijgemaakt. En ik heb nog heel veel andere producten, die kan je allemaal vinden via Agradi. Die kan je alleen daar kopen, of je moet naar mij toe komen op een hoefwijzerdag. Dan kom je hier langs, krijg je een rondleiding, gaan we samen vrijstressuur doen met Noora en Moos. Ga ik er allemaal leuke foto's van maken. En wil je je daarvoor aanmelden, ga dan even naar mijn website. En ben je sowieso gewoon een heel groot fan en wil je nog meer hoefwijzer content, dan is de Hoefwijzer Club zeker wat voor jou. Kijk dus zeker op mijn petje af, want daar zie je alle voordelen die je ervoor krijgt. Maar weet wel dat aan het einde van het jaar de prijzen worden verhoogd. Dus wees er snel bij. En dan maak je ook iedere maand kans op hele leuke prijzen. Zoals deze trui en dit shirt. En er zijn nog heel veel andere leuke dingen. Maar we gaan nu weer door met de video. Kom mee, ik wil rijden. Oh, vervelend paard. Oh, kom nou mee. Ik wil rijden. Denk je niet dat ze je iets probeert te vertellen? Ik denk dat ze probeert te vertellen dat ik de baas niet over haar ben. Nee, dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel meer dat ze probeert je wat te vertellen. Ze heeft denk ik last van wat ongemak, want paarden doen niet iets zonder reden. Laat ik haar anders eventjes onderzoeken. Haal het zadel er even af en dan kijk ik. Kom. Ik ga gewoon met mijn vingers zo langs haar rug. Oeh! Kijk, ja, ze is erg gevoelig. Ja, geen wonder dat ze niet wilde rijden. Ik wist het helemaal niet. Oh, het is wel duidelijk, hè, dat Noora die... Ja, heeft zoveel last van de rug dat ze eigenlijk niet mee wilde naar de bak om te rijden. En daarom deed ze zo vervelend. Ja, snap ik. Alleen het ding is, paarden kunnen dat dus ons niet vertellen met woorden wanneer er iets aan de hand is. Maar alleen met lichaamstaal. En dat deed ze. Het is alleen aan ons om daarnaar te luisteren. Ja, dat zal ik doen. Ik zie het alleen regelmatig voorbij komen dat mensen niet luisteren naar een paard. En uiteindelijk gaat het van kwaad tot erger. Want stel, jij was nu toch met Noora gaan rijden en ze had toch die pijn in haar rug. Had ze jou misschien eraf proberen te gooien? Omdat ze dacht, oeh, ik heb zoveel pijn. Alsjeblieft, ga er vanaf. Ja, en dan had ik haar waarschijnlijk de schuld gegeven van dat ze mij er dan af zou hebben gegooid. Terwijl het eigenlijk gewoon om pijn ging. We gaan dus naar Noora luisteren, we gaan haar behandelen. En dan binnenkort zal ze gewoon weer vrolijk meelopen naar de bak. Om samen met heel veel plezier te rijden. Sorry Noora dat ik je niet begreep. En ja, ik zal de volgende keer echt beter luisteren. Boer Willem, ik had een vraagje. Kan ik mijn hengst misschien bij jou stallen? Nee, dame, helaas laten wij hier geen hengsten toe op mijn ranch. Want wij zetten alle paarden in groepjes samen. En hengsten zijn levensgevaarlijk. Die wil je niet bij andere paarden hebben. En zeker niet bij andere hengsten. Oh, dat vind ik wel raar. Want als ik het me goed kan herinneren, ben ik bij meerdere stallen geweest. In Spanje en Portugal, waar ze gewoon hengsten met andere hengsten hielden. Of met andere ruinen. Ja, dat zal misschien wel bij die buitenlanders zijn, maar... Hier in Nederland, België, doen we daar niet aan. Nou, dat vind ik wel stom. Want ja, ondanks dat het een hengst is, wil ik wel eigenlijk dat hij met andere paarden staat. Ik vind het zielig als hij alleen moet leven. Fenna, mag ik je even onderbreken? En hallo, boer Willem. Hi. Het zit zo dat hengsten kunnen inderdaad met andere paarden leven. Dat kan uitstekend. Maar het ligt er een beetje aan hoe een hengst is opgegroeid. Of hij eraan gewend is om met andere paarden te staan. Of hij een juiste leefomgeving dan ook krijgt met andere paarden. En daarbij worden hengsten wel erg pittig, om het zo maar te noemen. Als er een dame in de buurt is. Dus het wordt aangeraden om hengsten alleen in de buurt te laten van merries als ze een veulentje willen. Maar hengsten kunnen prima leven in een andere groep mannelijke paarden. Mits het goed is aangepakt, dus langzaam aan elkaar geïntroduceerd, juiste leefomgeving, nou noem maar op. Dan is het inderdaad wel mogelijk. Nou, dankjewel dokter. Ik moet alleen nu nog wel een stalling vinden. Dat gaat een beetje lastig worden. Ja, Fenna, ik wens je veel succes. Het is niet makkelijk hier, maar wie weet gaat het langzaamaan wel veranderen. Hè? Boer Willem, kunnen we het dan alsjeblieft toch proberen en kijken of we hem bij een andere hengst of ruim kunnen zetten? Alsjeblieft! Vooruit, we gaan kijken naar de mogelijkheden met de hulp van deze dokter hier dan. Hè. Ik wil niet dat het fout gaat. Yes! Dat is fijn, hè, maatje? Mijn werk zit erop.
Nou, ik vond het wel interessant en ik hoop dat jullie dat ook vonden. Wil je mij nog meer fabels zien bespreken? Klik dan op deze video. En wil je kans maken op dit hele leuke shirt die binnenkort verkrijgbaar is? Doe dan een duimpje omhoog, abonneer op mijn YouTube kanaal en laat een reactie achter met dat je meedoet aan de winactie. En aan het leukste moment van deze video en welke fabel jij in geloofde of een andere fabel die je nog kent, laat die zeker even achter en dan maak je kans op dit leuke shirt. Tot de volgende keer!